De aanvallen van Gordon op zijn tegenstanders worden steeds heftiger nu zijn soap op SBS 6 vordert. Na eerdere uitspraken richting Angela de Jong, Aram Beet en Tina Nijkaamp, richting zijn pijlen nu op Johan Derksen. Is het gebruik van het woord Mongool niet een stap te ver? Het lijkt wel een circus wat John van den Heuvel als producent van de Gordon soap op SBS 6 toestaat. Na het stevige taalgebruik in de eerste aflevering, Wordt vrijdag weer Henson uitgezonden hoe de entertainers zijn en woede uitspreekt over Johan Derksen. Derksen, bekend van Vandaag Inside, heeft regelmatig kritiek op Gordon, wat blijkbaar niet goed valt. Gordon's reactie? Wat een mongool. Wilfred Gené, die al dagenlang in Vandaag Inside aangeeft geen verdere aandacht aan Gordon te willen besteden, zegt, zie je dat we het wel kunnen om niet over Gordon te praten? Ik vind het best wel lekker eigenlijk. Gewoon even een tijdje niet doen. Dit commentaar volgt op de uitbarsting van Gorde en de daaropvolgende kritiek van René van der Gijp, die het scheldwoord van Gorde enigszins als acceptabel afdoet met een lach, daar zat hij niet ver naast hoor. Hahaha. Ha, ha, ha. Derksen reageert met een knipoog en dreigt met juridische stappen, dan stap ik naar de rechter, hè. Maar Wilfred Gené is vastbesloten om het gesprek af te sluiten, we laten het er lekker bij zitten. Het is wel mooi geweest, al die onzin. Hoe kijkt Johan Derksen hierop een dag later? Hij voegt sarcastisch toe in de uitzending van gisteren, Angela en ik zijn wel ernstig het slachtoffer geworden van Gordon, hè? Ik overweeg nu echt stappen, hè? Daar ben ik niet snel in, maar ik heb ook een familie, hè? Derksen, die eerder door Gordon is beledigd met uitspraken als volgevreten kop, wijst erop dat dergelijke scheldpartijen hem niet werkelijk raken. Denk jij werkelijk dat ik me hierbij verslik in mijn thee? Dit ben ik toch gewend van die man? Hij heeft wel ergere dingen over me gezegd. Er zijn ook andere mensen die nog wel ergere dingen over me gezegd hebben. Angela de Jong, eveneens doelwit van Gordes uitbarstingen, vertelt in de Admedia podcast dat ze zich niet druk maakt om Gordes' beledigingen. Ja, dat moet hij allemaal lekker zelf weten. Ja, weet je, dat boeit me werkelijk niet of hij mij nu wel of niet genoemd had in die uitzending. I really don't care. Ze voegt eraan toe, ik vind het vooral heel zielig wat we daar te zien krijgen. Dat iemand die toch altijd best wel een redelijk talent was op veel vlakken, zo is afgegleden. Angela zal vanavond te gast zijn in vandaag Inside. Misschien is het een goed idee dat Cordus Butler de afstandsbediening verstopt om verdere conflicten te vermijden.